Ja, nou, daar zijn we dan aanbeland bij het laatste onderwerp. En dat gaat over de Mount Everest. Vraag 21, 22, 23 en 24 gaan erover. Laatste vragen van dit centraal examen van 2019. Nou, je ziet het plaatje waar het ligt. En de top van de berg van Mount Everest is 8848 meter boven het zeeniveau. Het hoogste punt van de wereld. Het laagste punt van de wereld is de Marianetrog en ligt 11.034 meter onder zeeniveau. Dus de berg ligt erboven en de trog ligt onder het zeeniveau. Nou, hoeveel meter verschil zit er tussen het hoogste en het laagste punt ter wereld en schrijf je berekening op? Nou, opgave 21. Eén puntje. Nou, wat moeten we dan doen? Dan moeten we die getallen, let op, bij elkaar optellen. Want je gaat van 8.848 ga je naar 0. En eigenlijk zit deze onder het zeeniveau, die 11.034. Dus dan moet je ook weer naar 0. Dus die stap. Ja, dus eigenlijk wat je zegt, de getallenlijn. Hier ligt het getal 0. Hier ligt dus die 8.848 meter. Hier ligt min 11.034 meter. Ja, en de vraag is, wat is dan het verschil hiervan, of hè, wat is de totale lengte van het hoogste punt en laagste punt? Dus 8.848 plus 11.034. Nou, dat heb je bekend met rekenmachine. 8.848 en dan plus 11.034. En dan kom ik uit op 19.882 meter. Voor één puntje. Kijken of dit goed is. Die twee getallen bij elkaar optellen en dan komt er inderdaad 19.882 uit. Oké, nou gaan we door. Vraag 22. In de lucht, op de top van de Mount Everest zit weinig zuurstof. Tot nu toe slaagden 193 bergbeklimmers in om de top te bereiken zonder extra zuurstof. Dit is 2,7% van alle bergklimmers van de berg. Bereken het totaal aantal bergklimmers van de Mount Everest en schrijf je berekening op. Nou, dus die 193 bergklimmers, dat is 2,7%. Nou, wat ik eventueel zou kunnen doen, is een verhoudingstabel maken. Dus bergbeklimmers en het aantal procent. Zo. Wat er wordt gegeven dat die 193 bergklimmers, dat dus maar 2,7% is. Maar ik wil weten, wat is alles bij elkaar? Dus wat is 100%? Nou, mijn tussenstation is 1, dus delen door 2,7 en daarna vermenigvuldigen met 100. Alles wat ik beneden heb gedaan, doe ik dus boven ook. Dus delen door 2,7 komt er een tussenantwoord uit. En dan vermenigvuldigen met 100 is je eindantwoord. Dus ik doe 193 delen door 2,7 keer 100. Nou, typ ik in mijn rekenmachine, 193 delen door 2,7 keer 100. Dan komt er dan uit 7.148,148148 en ga zo door. Ik rond af op hele mensen, dus 7.148 mensen. En dat is mijn antwoord bij vraag 22. Nou, kijken of dat goed is. 193 gedeeld door 2,7 is 100. En het antwoord is 7.148 mensen, beklimmers. Ja? We hebben het over mensen, dus je kunt geen half mens hebben. Dus rond hier dus ook goed af, alsjeblieft. Ook deze punten zijn binnen. Nou, dan gaan we naar vraag 23. Op de uitwerkbijlage staat een kaart met daarop de Mount Everest. De eerste beklimmer van de Mount Everest was Edmund Hillary. Bij het laagste rustpunt, Kamp 4, kon hij de top goed zien. De richting naar de top is op de kaart en uitwerkbijlage getekend. Nou, hier zie je dus de uitwerkbijlage. Dus dit is vraag 23. Zo. En er wordt gevraagd hoeveel graden is de koershoek van kamp 4 naar de top? Nou,
De koershoek kun je dus koershoekmeter gebruiken, maar ik gebruik in dit geval mijn geodriehoek. Let op, het noorden wordt dus al aangegeven, dus dat is die richting in. Dit is dus het noorden, dus vanuit kamp 4 ga ik dus ook zo het daar naar het noorden wijzen. Nou, en de vraag is eigenlijk, wat is dan de koers? En je gaat altijd met de klok mee. Dus ik leg mijn geodriehoek niet aan de rechterzijde neer van kamp 4, maar aan de linkerzijde. Maar als eerste wat ik ga doen, is het lijnstukje van kamp 4 naar de Mount Everest ga ik even verlengen. Dus dat zie je hier. Ik heb het lijnstukje nu verlengd, even met een zwart lijntje. Nou, dan leg ik mijn geodriehoek neer tegen kamp 4 aan, zodat je het zwarte lijntje niet goed kan zien. Let op, vanaf het noorden, daar naartoe, is dus al 180 graden. Ja? Nou, dus ik moet nu weten hoeveel van daar naar dat zwarte lijntje wat ik net heb getekend is. Nou, en dat kan ik dus hier heel goed aflezen. En als je dus weet dat hier is al 160, zoals je ziet, hier is al 170 en het is nog 1 graad meer, dus dat is 171. Nou, dus 180 plus 171 komt er dus uit 351 graden uit. Ja, dus van rechts, ja, daar hoef ik dus al niet te meten, want dat is een gestrekte hoek, 180 graden. Aan de linkerkant, ja, dat stukje, ja, dat meet ik dus af. Hè. En vandaar is het handig om even dat lijntje door te trekken, zodat die goed zichtbaar is op de geodriehoek. Nou, en dan heb ik afgemeten 351 graden. Ga kijken of dit antwoord ook juist is. En dan wordt gezegd 351 graden is goed met een marge van 2 graden. Dus had je 352 of 353, dan was dat ook goed gerekend. Of 350 of 349. 348 helaas is dus al fout. Dus zorg ervoor dat je echt dat nulpuntje tegen kamp 4 legt. Tegen dat puntje. Ja, want dan kun je hem goed aflezen. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag. En ik geloof, ja, dat is ook de laatste vraag. Kamp 4 ligt op 7950 meter hoogte. De klipafstand vanaf kamp 4 tot aan de top is 2000 meter. Nou, dat zie je hier ook op de tekening. Bereken de aangegeven hellingshoek en schrijf je berekening op. Nou, je ziet eigenlijk, de schets is al gegeven. Ik moet dit hoekje uitrekenen. Daar, dat moet ik uitrekenen. Dat is de vraag. Alleen, ik heb maar één zij. Nou, wat we wel weten is dat kamp 4 ligt op hoogte van 7950 en de top op 8848. Dus wat ik als eerste ga doen, is deze lengte uitrekenen. Nou, en hoe doe ik dat? Door 8848 min die 7950 te doen. Tip ik in breed zien, 8048 min 7950 komt uit 898 meter. Schrijf ik hier gelijk even bij, 898 meter. Zo. En nou kan ik dat hoekje dus uitrekenen. Want ik weet, als ik vanuit kamp 4 ga kijken, de overstaande rechthoekzijde en de schuine zijde. Nou, en aan de hand van SOS, CAS en TOA weet ik dus overstaand en schuin dat ik dus dit als ezelbruggetje gebruik. Nou, die S die staat voor de sinus. Dus de sinus van de hoek is 898 gedeeld door 2000. Nou, om dan die hoek uit te rekenen gebruik ik de min 1 knop, dus de sinus min 1 van 898 gedeeld door 2000. Nou, ga kijken wat eruit komt. Sinus min 1, waar is die? Hier. Gedeeld door 898, gedeeld door 2000. Gedeeld door, van min, yes. En dan komt er bij mij uit 26,679679544. Dat staat allemaal op een rekensientje graden. Er wordt hier bereken aangegeven hellingshoek. Nou ja, we ronden gewoon lekker af op 1 decimaal of op hele 17 graden.
Er staat niet bij op hoeveel decimalen. Lekker makkelijk herbelen. En dan is het 70 graden. 27 graden, sorry. Ik zei 70 of zo. Gaan we kijken of dit het juiste antwoord is. Nou, het hoogteverschil moeten we inderdaad uitrekenen. 898 meter. Dan gaan we de sinus gebruiken om die hoek te berekenen. Dan krijg je twee puntjes voor. En dan het juiste antwoord 27 graden. Of eventueel nauwkeuriger. Is dus goed. Nou, en daarmee hebben wij het examen afgesloten van 2019, tijdvak 1. Nou, ga naar examenblad.nl. Daar kun je namelijk de normering bekijken en kijken wat je cijfer zou zijn voor het aantal punten wat je behaald hebt. Dan weet je in ieder geval ja, of je het wel of niet goed hebt gedaan. Nou, oefen heel veel met dit soort opgaven, zodat je echt vaardig wordt met wat voor soort vragen je kunt krijgen. Nou, mochten er weer vragen of opmerkingen zijn, laat me heel even weten. En dan wens ik jullie heel veel succes nog. Doei doei!